Abraham is samen met Sara op weg gegaan naar het beloofde land. En Jahwe sluit een verbond met hem. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, omdat gij naar mijn stem hebt geluisterd. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. En als zij de klank van Maria's groet hoort, wordt ze vervuld met de Heilige Geest. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. Door de geest gedreven is Simeon naar de tempel gekomen en neemt het kind van Maria in zijn armen. Mijn ogen hebben nu uw heil aanschouwd, dat gij voor alle volken hebt bereid. De Heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, daalt op Jezus neer. Een stem uit de hemel klinkt: Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde. In u heb ik mijn behagen gesteld. Het bruidspaar heeft geen wijn meer. Jezus zegt de bedienden de kruiken met water te vullen en verandert het water in wijn. De tafelmeester roept de bruidegom en zegt hem: U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. In de nacht is Nicodemus, een voorname farizeeër, naar Jezus gekomen en vraagt hem hoe een mens opnieuw geboren kan worden. Als iemand niet geboren is uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Een vrouw uit Samaria is water komen putten en Jezus vraagt haar om drinken. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Op de laatste dag van het loofhuttenfeest treedt Jezus als leraar bij de tempel op. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus viert het paasmaal met zijn leerlingen en wast hun voeten. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het is de geest die levend maakt. Opdat de schrift zal worden vervuld, zegt Jezus: Ik heb dorst. Hij neemt van de zure wijn die de soldaten hem aanbieden en zegt: Het is volbracht. Dan buigt hij zijn hoofd en geeft de geest. De leerlingen zijn bijeen en plotseling staat Jezus in hun midden. Hij blaast over hen en zegt: Ontvang de Heilige Geest. 8 dagen later toont hij ook Thomas zijn wonden. Zalig die niet zien en toch geloven. Na Jezus' hemelvaart trekken de leerlingen uit om overal te prediken. En hij schenkt kracht aan hun woord door de tekenen die hen vergezellen. Wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen.